Hallo allemaal, ik ben Wan de Boezekool, velden selecteren bij HCS Company. En vandaag wil ik met jullie kijken naar een onderdeel van Kubernetes en dus ook OpenShift. Wat de meeste van jullie die OpenShift of Kubernetes gebruiken vast wel eens gezien hebben, vast wel eens gebruikt hebben. Maar wat efficiënter gebruikt kan worden, vooral ook van de command line. Wat je hoopt eigenlijk niet zo vaak nodig te hebben, omdat je voornamelijk gebruikt tijdens debuggen. En als je iets aan het debuggen bent, is er iets fout gegaan. Maar hè, dat is een belangrijke skill, dus laten we kijken wat we mee kunnen doen. Voordat we op de command met evenementen gaan spelen, op events, gaan we dat eerst eventjes in de OpenShift webconsole bekijken, zodat we een beetje idee hebben van waar we mee aan het werken zijn. Dus hier op de OpenShift webconsole, ik heb toevallig mijn OpenShift Kiverno project geselecteerd, want hè, dat had ik toch nog draaien van de video van vorige week. En dan zie ik hier een aantal pods als ik in mijn workloads ga. En als ik op zo'n pod klik, bijvoorbeeld de Kiverno Admission Controller, dan heb ik hier zo'n event-stap. En die laat me gewoon keurig netjes op volgorde van datum en tijd zien, met de meest recente bovenaan, wat voor events er hebben plaatsgevonden rondom deze pod. Bijvoorbeeld dat het image wat we proberen te poelen er al was. Dat we de container hebben aangemaakt, dat we de container hebben gestart. En als we verder omlaag gaan, gaan we verder terug in de tijd, maar ik heb geen oudere events hier. Maar dit is alles wat ik hier van deze events kan zien. Wie heeft ze gegenereerd of waarom hebben we ze gegenereerd? Hè? Welke kubelet heeft ze gemaakt? Dat is degene die op een node de pods aanstoort. Hè? En in welke namespace was het? Maar ze staan wel netjes geselecteerd en het is alleen maar degene van de pod waar ik op geklikt heb. Dus als ik hier bijvoorbeeld nu naar jobs ga en ik pak mijn cleanup admission reports job. En dan kijk ik hier naar de events. Krijg ik hier puur de events hiervan. En van het event kan ik weer terugklikken naar de job en et cetera. En als er iets fout gaat, ik kon een image niet poelen. Of de mijn health triggers deden het niet. Mijn starter probes of mijn readiness probe of mijn liveness probe. Dan komt het allemaal hierin. Dit zijn puur de events die Kubernetes ziet rondom jouw objecten. Die kan ik ook op command line gaan gebruiken. Pak ik een terminal, zeg ik OC get events. En het lijkt hier alsof het enigszins gesorteerd is. Maar ik heb hier onderaan staan 13 minuten, dan 12 minuten. En als ik dan omhoog ga scrollen, dan kom ik dingen van 6 minuten 28 tegen, et cetera. Dus het eerste wat we willen doen is dit gaan sorteren. Want events krijgen we op volgorde van naam. En ik kan, als ik ze even op YAML pak en dat ga ik door les heen gooien. Dan zie je dat al die events hebben een name. Ja? Want ze moeten een metadata hebben. Ja? Maar dat is iets, punt, nog iets. Ja. Die name is meestal het object waar het om ging. En dan een hash. En daar sorteren we op en daar hebben we niks aan. Dus wat ik ga doen, ik zeg OC get events. En dan geef ik de magische optie min min sort by is. En dat is standaard.metadata.name. En ik kan zeggen .metadata.creation timestamp. En opeens staan ze gegenereerd op wanneer het event is aangemaakt. Maar als we dit nog eens met min o YAML openen. En we kijken door les heen. Dan zien we dat we in zo'n event nog wat meer timestamps hebben. We hebben first timestamp. Wanneer hebben we de event voor het eerst gezien? Dus als een event 500 keer aan het herhalen is. Zie je de first timestamp wanneer we voor het eerst zagen. Last timestamp. Wanneer zagen we hem voor het laatst? In dit geval hebben we de creation timestamp van dit event genomen. En is in deze gevallen gelijk, omdat het één keer heeft voorgekomen, die event. Dus wil je kijken wanneer kwam het voor het eerst voor, of sorteren op wanneer kwam het voor het laatst voor, zou je ook die velden kunnen doen. Dus in plaats van .metadata.creationTimestamp, pak je dan .lastTimestamp of .firstTimestamp in je sort by. Maar nu zie ik tegelijk nog een paar leuke dingen. Ik zie de message, dat is wat we zagen in de OpenShift Web Interface ook. Ja, created pod dat en dat. We zien de metadata voor de namespace. Maar we zien bijvoorbeeld ook een reason van waarom hebben we dit event gekregen. Welk component van Kubernetes heeft dit event gegenereerd? Report en component, in dit geval de replica set controller, want we hebben een pod gemaakt. Ja. Reporting instance kan gevuld zijn, hoeft niet gevuld te zijn, afhankelijk van welke controller het doet. Stores, hetzelfde. Maar wat heel leuk is, als we nou bovenaan kijken, we hebben hier een object, involved object. En daar hebben we staan API version, kind, name, namespace, maar ook resource version en UID als je echt heel erg specifiek wil gaan filteren.
Wat ik nou kan gaan doen, ik kan in plaats van alleen maar gaan lopen sorteren, kan ik ook nog zeggen min min field min selector. En daarmee kan ik Kubernetes objecten filteren op bepaalde velden. En ik kan niet alle objecten op alle velden filteren. Dat is, weet je, wat precies waar je op mag filteren, dat kan je in de API documentatie terugvinden als het goed is. Maar events mag ik op alles onder involved object selecteren ook. Dus ik kan zeggen min min field selector is. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen involved object punt kind is job. En dan krijg ik alles wat met jobs te maken heeft. En het leuke is, ik heb events van pods en jobs die al niet meer bestaan. Want als ik doe OC get job, ik heb dit uitgerold met Argo. Toen kreeg ik dus een Kiverno hoek post upgrade vanuit de Helm chart. Maar die is ook weer weggehaald. Omdat die stond dat die na de klaar was weggehaald moest worden. Ik zie hier wel events voor. Ik zie de job zelf niet meer. Dus naar die job toe klikken in de OpenShift web interface om het event op te vragen. Gaat me ook niet lukken. Maar in dit geval kan ik hem wel gewoon zien. Ja? En we zien created pod. Ja? En job completed. Als ik mijn lettertjes eentje kleiner zet, dan past het misschien in netjes op het scherm. Laten we deze dan pakken. Zo. Past net niet. Nog eentje kleiner. Nog eentje kleiner. Nou, ik ga ze weer wat groter zetten. Maar we zien hier die messages. Zien we er gewoon netjes in komen ook. Dus we hebben last seen, normal, reason, object en de message. Die reason die zagen we ook weer terug uit de YAML natuurlijk. Nu mag ik meer dan één ding gebruiken. Want als ik deze min o YAML ga zeggen, ik gooi dit door les heen, dan zie ik dat ik meerdere jobs had. Ja? Nou, ik kan API version kan ik pakken, batch v1, maar alle job is API batch v1. Maar misschien wil ik alleen die hook post upgrade hebben. Dan heb ik dus ook dat name is Kiverno hook post upgrade in mijn evolve object. Nou, doe er even een copy op. Dan ga ik verder met mijn field selector. Ik mag nog een keertje min min field selector zeggen als ik wil. Ik mag ook gewoon comma mijn volgende gaan opgeven. Dus nog een keertje. Involve object punt name is. Nou, die had ik gepast staat. En nu krijg ik alleen deze twee. Als jij nu alleen dit bericht wil of wat dan ook, dan kan je weer met al die output opties gaan spelen die je met OC of kubectl hebt natuurlijk ook. En in dit geval is dit wat ik wil. Ik heb alles wat ik nodig heb staat op mijn scherm. Ik zou de YAML kunnen pakken. Maar ik kan met mijn events dus sorteren. Dat is altijd wel fijn dat ze op ja, tijd staan gesorteerd. In plaats van op de naam die niks met de tijd te maken heeft. En met mijn field selector kan ik dus gaan sorteren op dingen van met welke pod had het te maken. Of met welke job had het te maken. Ga ik bijvoorbeeld kijken naar mijn pods die ik hier heb. En ik zeg, ik wil alles zien wat te maken heeft met de pod Kiverno with Mission Controller, deze. Ja, dus alleen maar deze run, ook niet een vorige run. Dan kan ik dat event pakken. Dan zeg ik involved object.name is. En dan de naam van die pod. En dan krijg ik puur de events van die pod gesorteerd op tijd. Nou, nu zijn ze heel snel achter elkaar gegaan. Maar ze staan hier dus van oud naar nieuw, successfully assigned. Dus we hebben hem aan een node toegekend. We hebben hem een netwerk interface gegeven. We hadden het image hadden we al op mijn node staan, dus die hebben we niet opnieuw verpoelen. Ik heb de container aangemaakt. Ik heb de container gestart. Ik heb een container aangemaakt. Hadden we al een container image. Ik heb de container aangemaakt en gestart. Want er zitten meerdere containers in deze pot. We hebben een Kiverno pre en een Kiverno container in één pot. Dus die moesten allebei gestart worden. Maar nu zie ik dit gewoon netjes in één keer voorbij komen, precies voor de pot die ik wil. Dat had ik natuurlijk ook gewoon kunnen doen in dit geval door naar mijn namespace toe te gaan. De pot te pakken, Kiverno with Mission Controller en Events. En dan zien we hier dezelfde, alleen deze staan van nieuw naar oud, dus onderaan. Assigned, we hadden container image al. IP-adres toegevoegd, container pre gestart en gecreëerd. Container Kiverno gestart en gecreëerd. En we hadden het container image al. Je ziet de tijd hier klopt net niet helemaal met hoe ik ze gesorteerd heb. Waarschijnlijk is die microsecondes niet aan het sorteren geweest hier. Maar het staat nog steeds ongeveer op de goede volgorde. Als er nieuwe events bijkomen, komen ze bovenaan. Maar die webinterface moet ik een grote browser voor openen. Ik heb resources nodig.
hier. Command line had ik al. Dit kan ik ook scripten. Ik kan gewoon met mijn output opties precies zeggen welke velden of welke kolommen ik wil zien. Ik kan hier een Go template omheen gooien. Daar heb ik een tijdje geleden ook een video over gedaan. Voor precies de info die ik op dit moment nu nodig heb. En ja, het is een beetje typewerk. Maar min sort min by onthouden, dat moet kunnen lukken. En field selector involved object. En let op die hoofdletter O daarin. En dan punt kind, name, API version. Hè? Dat moet te onthouden zijn. Hè? Dus ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Hè? Dit was weer een korte video. Maar wel een eentje waarvan ik denk dat mensen er aardig van kunnen hebben. Heb je er inderdaad wat aan? De like en subscribe knopjes. Heb je er niks aan? Ook like en subscribe knopjes. En commentaar in allebei de gevallen. Doe hier je voordeel mee. Hè? En dan hoop ik je volgende week weer te zien. En onthoud HCS Company, ook vooral je Kubernetes. Tot ziens!